Als de iPhone 10 dit gaat herkennen als een echt gezicht, aan de slag. Oké, oh, dat ziet er eng uit, jongens. Alles voor de test. Oké, laten we dit doen. Hey, Kees van Dillepees en welkom in deze nieuwe video. Vandaag gaan we iets doen waar ik mij waarschijnlijk zometeen heel erg goed moet schamen. Tenminste, als ik screenshots terug ga zien. Want ook ik heb namelijk de iPhone X gekocht. Ja, dit is de iPhone X die ik had gemaakt in de video. En als ik deze nu naast de echte iPhone X hou, begin ik een beetje na te moeten denken wat ik eigenlijk heb gedaan. Nou, ik ben in ieder geval blij dat ik van deze kartonnen af kan stappen en de echte in mijn handen heb. Alleen was ik super verbaasd over hoe goed die voorcamera is als hij jouw gezicht herkent om op te unlocken. Oftewel, Face ID. En nu heb ik dus super veel spulletjes en dingetjes om te gaan testen hoe goed dit nou eigenlijk werkt. Maar dan op een grappige manier. Ik heb namelijk sjalen, pruiken, mutsen, maskers, noem het allemaal maar op. Laat ons allereerste Face ID opnieuw instellen. Geen idee van een blauwe duim omhoog te smashen. En te abonneren als het rode knopje hieronder nog rood is. Maak die dan eventjes grijs. Scrollen naar Face ID toegangscode. Stel Face ID opnieuw in. Oké, dit wordt leuk. Oké, die gaan jullie me opeens nog een keer zien. Hey, daar ben ik weer. Laat je gezicht in het kader. Dat zal ik even doen. En nu moet ik heel gek mijn hoofd rondjes gaan draaien. En oké, dat is de eerste scan. Dan doen we dit nog een keer. En dan heeft hij nu ons gezicht 2 keer gescand. Is goed gedaan. Face ID is nu geconfigureerd. Top, dankjewel. Ziet hij nu bijvoorbeeld gewoon een slotje? En als ik er naar kijk. En weer omdraai is hij geunlocked. Oké, de eerste stap heeft Apple voltooid. Hij heeft mijn gezicht herkend, dat is helemaal top. Gaan we naar de tweede stap en ik denk dat die wel heel makkelijk is. En ik denk dat we allemaal wel weten dat de foto zo niet werkt. Dat is uit elke test ondertussen wel gebleken. Maar voor de zekerheid wil ik het toch ook nog eventjes zelf testen. Maar dan met een filmpje die ik van mezelf heb gemaakt. Ik ga deze afspelen en ik ben benieuwd of hij mijn gezicht gaat herkennen of niet. Denk het niet, ik hoop het ook niet. Doet dit. Steeds een slot. Nee, dit gaat hem niet worden. Hij zegt ook niet dat het fout is of zo. Het hele slotje trilt gewoon niet. Hij is nog steeds op slot. En dat betekent dus dat het inderdaad echt zo werkt. Ik dacht, ja, misschien is mijn iPhone wel kapot. Misschien doet hij het wel. Ik weet het niet. Nou, nu weet ik het. Hij is niet kapot. Hij doet het gewoon. Au. Laten we nog een beetje basic beginnen. Stel, het is weer lekker warm weer. Want dat is het nu totaal niet. Ik weet ook niet waarom ik hier in mijn trui gewoon sta. En doet weer een zonnebril op. Herkent hij dan ja of nee? Ik neem aan van wel. iPhone is nu nog op slot. We kijken ernaar. En hij is unlocked. Slotje ging open. Oké. Nou, dat is goed. Mooi dat dat werkt. Hij kan dus wel blijkbaar door deze glazen heen kijken. Maar het gaat natuurlijk steeds kouder worden op dit moment. Dus doen we er ook nog eventjes een wintermuts bij of zo. Hoe noem je zoiets eigenlijk? Gewoon een muts. Ik neem aan dat hij je gezicht dan wel herkent. Maar misschien omdat de iPhone je steeds blijft herkennen elke keer als je bijvoorbeeld je baard laat groeien of zo. Een soort van met je meegroeit. Misschien herkent hij dit niet, omdat het ook heel erg best wel om mijn gezicht heen zit. Doe hem lekker helemaal dicht. Zo. Hoe laat je dit plakken? Hoe werkt dit? Ik had nooit verwacht dat dit moeilijk zou zijn. Hè? Waar moet dit heen? Oké, ik hou hem wel gewoon zo. Nou, we gaan het testen. Hij is nu nog op slot. Doe ik hem naar mezelf toe. En het slotje ging weer omhoog. Oké, top. Deze doet het ook. Apple heeft weer de test doorstaan. Door meteen gaat hij het pas moeilijk krijgen. En als hij die dingen haalt, dan weet ik het echt niet meer. Doe er nog eventjes voor de zekerheid een zonnebril bij. Ik weet niet op welk moment je dit eigenlijk zal doen. Deze combinatie, maar oké, voor het geval dat. Op slot. Kijken. En hij doet het gewoon supersnel nog steeds. Dat is mooi. Dan gaan we het nu wel echt eventjes moeilijker maken. Tenminste, ik hoop het. Ik doe mijn muts ook weer eventjes af. En haar ziet er waarschijnlijk totaal niet meer uit, maar dat maakt niet uit. Want mijn haar gaat nu toch al helemaal verpest worden. Want we gaan nu naar het punt toe waar ik eigenlijk geen zin in heb. Maar ik het toch wil testen. En dat zijn pruiken. Oh joh, ik heb alweer allemaal pruiken in mijn hand. Wat moet ik hiermee? Oké, ik leg de rest even aan de kant. Een blauwe pruik. Kijk, ik neem aan dat de iPhone niet verwacht dat ik opeens na een minuut een heel ander kapsel heb. En ik ben gewoon benieuwd of je haar ook effect heeft bij dit onderdeel. Ik denk het eigenlijk niet, want je kan ook een pet op doen. Maar misschien omdat het haar is toch wel. Ik heb hier zo geen zin in, maar we gaan het gewoon doen. Dan komt de pruik op. Alles voor de test. Oh my god, hoe zie ik er nu uit? Is dit mooi? Ik denk het niet, hè. Zit in mijn mond. Oké, wacht. We houden het gewoon zo voor mijn ogen. Als hij dan herkent, ga ik best wel gillen, oké? Hij zit nu, denk ik, op slot. Ik kan het niet zien. Doe ik hem naar mijn gezicht toe. Hallo? Oké, tot nu toe herkent hij me niet. Ik denk dat het best wel logisch is, want ik zie mezelf niet eens. Oké, ik denk dat als het zo zit, dat hij me op zich wel kan herkennen. Want mijn gezicht is nu best wel zichtbaar. Oké, hij is nu op slot. Ik kijk ernaar en hij is unlocked. Zelfs gewoon nog snel ook. Terwijl je gewoon mijn ene wenkbrauw hier niet ziet. Hier valt mijn gezicht een beetje weg. Oh, wat ben ik toch ook aan het doen? Even combineren met een zonnebril. Even testen of je dit nog aan kan. Ik kan mezelf al bijna niet meer herkennen, maar oké. Kijk of de iPhone het wel kan. Hij is op slot. Ik kijk ernaar. Oh, hij tikt. Hij ging niet open. Zit het punt dat hij denkt van nee, dit ben jij niet meer? Nog een keer kijken. Hè? Hij zegt weer dat het niet kan. Het slotje gaat gewoon trillen van nee, dat ben jij niet. Jij bent de verkeerde persoon. Hallo, ik ben het gewoon hoor. Ik heb gewoon een pruik op en een bril. Dat mag toch gewoon? Misschien zit het iets te veel over mijn oog heen. Oké, nu zie je mijn gezicht weer helemaal goed. Met een zonnebril en een pruik. Nog een keer op slot. Ik kijk ernaar. En nu doet hij het wel. Het kwam echt inderdaad omdat dat haar een beetje over mijn oog heen zat. Ja, dit is echt vreselijk. Ik doe die pruik eventjes af als jullie het goed vinden. Oh, weg met die pruik. Maar oké, tot nu toe is alles geslaagd. Voordat we doorgaan naar de
extreme maskers, onder andere deze, is dit creepy of niet? Als de iPhone 10 dit gaat herkennen als een echt gezicht, ga ik ook gillen. Maar laten we nu nog alles wat ik heb combineren, zodat ik echt helemaal vermomd ben. Dat je mij gewoon niet kunt herkennen. En ja, oké, snap het wel. We gaan het gewoon testen. Laten we nu dan een andere bruik doen. Oh my god, lang haar. Oké, nu ga ik echt op een meisje lijken. Oh nee. Waarom ga ik dit doen? Alles voor de test. Oké, laten we dit doen. Vreselijk dit. Oh, oh, oh. Dit is echt drama. Oké, wacht. Ik denk dat ik dit even voor de spiegel moet doen. Want, dit werkt niet. Oh my god, jongens. Dit is zo vreselijk eng. Voordat ik dit aan jullie wil laten zien, wil ik nog even met jullie praten. Ik weet eigenlijk niks te zeggen. Dit is gewoon vreselijk eng. Oké, komt ie, hè? Ik draai me om in 3, 2, 1. Wat is dit? Wat is dit? Het zit ook de hele tijd in mijn mond. Oké, gewoon even voor de grap. Even kijken of je dit nog herkent. Ik neem aan van wel, want ik herken gewoon mijn gezicht. Even kijken. Oh, hij zegt nee. Huh? Check, hij is op slot. Ik kijk naar mezelf. Hij trilt en zegt nee. Maar ik herkent dit gewoon niet. Waarschijnlijk omdat het te veel over mijn gezicht heen gaat. Hij ziet waarschijnlijk mijn kaken niet meer. Voorhoofd ziet hij niet meer. Hij ziet niet echt heel weinig waarschijnlijk. En daardoor herkent hij het gewoon niet. Dit had ik niet verwacht. Want als ik het iets meer gewoon aan de kant doe. Dit is echt zo erg, jongens. Misschien als mijn wenkbrauwen in beeld zijn. Ik voel me eigenlijk best wel oncomfortabel op deze manier. Maar we doen het gewoon voor de test, oké? Hij is op slot. En hij unlocked. Oké, top. Gaan we door naar de zonnebril erbij. Wat erg. Ben ik al een beetje undercover nu? Denk je dat hij me nog gaat herkennen? Komt er ook nog een sjaal bij? Als hij het nu nog gaat herkennen, weet ik het ook niet meer. Ging een beetje moeilijk, maar het zit niet. Oké, top. Nou, ik doe hem zo meteen wel voor mijn mond dan. En als allerlaatste een muts. Ze heet het in mijn mond. Oké. Denken jullie dat de iPhone 10 me zo nog gaat herkennen? Stem dan eventjes nu hier rechtsboven op deze pol. Of het is aan deze kant. In ieder geval rechtsboven. En we gaan er nu achter komen. Handdoek voor mijn mond. Sjaal. Kom ik nou weer bij handdoek. Zijn jullie er klaar voor? Hij is op slot. Ik kijk ernaar. En hij zegt nee. Oké, we geven hem 3 pogingen, oké? Test 2. Gelokt. Kijken naar mezelf. Weer nee. Misschien komt het door de sjaal. Ik denk het echt. En daardoor zie je echt niks meer van mijn gezicht. Maar misschien heeft hij gewoon moeite mee. Gaat het nu wel lukken? Doe ik er zelf. En nog steeds een nee. We doen het nu een keertje zonder die sjaal. En nu lukt het wel. Het komt gewoon door deze sjaal. Maar besef dat hij me zo alsnog heeft herkend. Het is toch bizar. Met dit haar zo over mijn gezicht. Zonnebril, die muts. Alleen deze sjaal werd de iPhone echt gewoon een beetje te veel. Hij dacht echt gewoon, ga toch gewoon weg. Wat probeer je nou met mij te doen? Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik ga alles weer even afdoen. Ik vind dat hij zeer goed door onze test is geslaagd. Waarschijnlijk is het maar echt een puinhoop. Ja, ik zie het al in de display. Maar dat maakt niet uit, want nu gaan we maskers testen. Gaan we weer naar Face ID. En we beginnen bij de minst realistisch masker. En we gaan kijken of hij deze kan scannen als echt gezicht. Ik ga hem opdoen. Zie ik er een beetje eng uit zo? Ik denk het wel. Oké, stel Face ID opnieuw in. Komt ie. Ik ben heel erg benieuwd. Gaat hij het doen of niet? Laat je gezicht in het kader. Je gezicht is niet in beeld. Nou, dit is toch mijn gezicht of niet? Hallo? Hallo? Laat je gezicht in het kader. Zit hij toch al? Oké, nee. Dit gaat hem niet worden. Eerste masker is niet geslaagd. Oh my god. Wat hier zojuist Nee. Dit is mijn softbox. En die stond hier zodat ik daarop kon scherp stellen. Zodat ik goed in beeld stond. En die is zojuist omgevallen. En ik hoorde het glas in kapot gaan. Ja, het is kapot. Het is ook echt iets wat alleen ik kan meemaken hier in de tuin. Alsof er niks gebeurd is. Ik doe mijn masker op. Ik kan bijna niks zien. Maar we gaan het gewoon proberen. Komt ie dan. Herken mij alsjeblieft. Herkent u mij. Kom op, doe het. Gezicht geblokkeerd. Verwijder alles dat je gezicht bedekt. Oftewel, hij kon het misschien wel doen. Want er zag wel een gezicht. Maar het deed niet omdat er wat voor zit. Oh, weer verpest. Oké, maar nu we dit weten gaan we naar zwaarder geschut. Dat is... Als dit masker het wel gaat doen, gaat dat zo geniaal zijn. Oké, gaat het masker over mijn hoofd heen. Zo goed mogelijk oor en ogen heen krijgen. Oké, dan doe ik mijn nek een beetje naar binnen. Configureer aan de slag. Oké, dat ziet er eng uit, jongens. Huh? Ja, hij ziet het gezicht. Ja, hij ziet het als echt gezicht. Oh my god, het is gelukt. Hij ziet het gewoon als echt gezicht, jongens. Dit is zo geniaal. Deze die is nu geconfigureerd. Oh my god. Oké, kan ik mijn telefoon hier weer inlokken? Hij is nu op slot. Ik kijk ernaar. En hij doet het, hij doet het. Oh my god. Dit zag ik niet aankomen. Wat ik me nu afvraag, hè. Gaat hij zichzelf dan herkennen als ik hem in mijn handen haal? Want dit is gewoon zijn gezicht. Deze hebben we net gescand. Alleen zit er nu geen echt huid in. Zitten er geen ogen in. En een iPhone 10 unlockt normaal niet als je ogen dicht hebt. Hij unlockt pas als je er naar kijkt. Maar omdat deze geen ogen heeft, hoe gaat hij het dan doen? Dus we gaan erachter komen. Ik ben heel erg benieuwd. Want ik neem aan dat een iPhone 10 niet verwacht dat iemand geen ogen heeft. Oké, daar komt hij. Ik hou de masker scheef. Telefoon ervoor. Hij is nu gelokt. Ik hou me voor. En... Hij doet het niet. Hij zegt nu dat het niet goed is. Oké, we proberen het nog een keer. Nu heb ik hem niet heel goed vast, waardoor zijn hoofd een beetje vervormt. Want ik kan natuurlijk helemaal vervormen. Oké, nog een keer. Hij is nu op slot. We houden hem voor. En hij doet nog niks. Hij heeft het gedaan. Hij is unlocked. Niet te geloven dit. Hij is gewoon unlocked. Oké, dit zag ik niet aankomen. Ik had gewoon verwacht dat er minimaal wel ogen in moesten zitten. Maar hij heeft het gewoon gedaan. Dames en heren, dit was indrukwekkend. Ik gooi het masker weg. Ver weg, dat wil ik niet doen.
Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze video. Ik vond het leuk om dit te testen. Vooral met het masker. Dat was heel indrukwekkend. Ik heb het koud. Ik hoop dat jullie niet veel screenshots hebben gemaakt. Ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En te liken. En ik ga weer naar binnen rennen, want het is veel te koud. Peace. Au.